Of ik nog iets meer kan vertellen over de UAE Pass. Ja, dat kan ik. De UAE Pass is heel vergelijkbaar voor Nederlanders met het DigiD. Een handig digitaal instrument om officiële handelingen te doen. In tegenstelling tot het wat achtergebleven Europa, werkt de UAE Pass van de Verenigde Arabische Emiraten 100% op gezichtsherkenning. En is losgekoppeld van je simkaart en ook losgekoppeld van je toestel. Wat je nodig hebt is een Emirates ID-kaart. En een Belgische klant van mij heeft het voor elkaar gekregen om met zijn Belgische simkaart, de UAE Pass, aan de praat te krijgen op zijn Belgische toestel. Hartstikke handig. En daarmee kun je allerlei officiële handelingen verrichten. De werkwijze is dan verder redelijk vergelijkbaar met DigiD. Af en toe heb je je pincode nodig, die moet je ook één keer opgeven. Maar in de meeste gevallen werkt het met Face ID, waarbij ik er dan van uitga dat je Face ID hebt geïnstalleerd op een relatief moderne iPhone. Ik weet niet exact hoe de UAE Pass werkt met een oudere mobiel die nog werkt op vingerafdrukken. Sorry. Maar ik weet wel dat hij probleemloos werkt in het buitenland. En dat is al een hele grote plus.